De stichting SUEET is vandaag bij Radio 10 gestart met haar Jiwa Anu-campagne 2016. De stichting zet zich dit jaar speciaal in voor de huizen die seniorenburgers opvangen. Stichting SUEET is in 2014 opgericht met het doel geld in te zamelen vanuit de samenleving, zodat zij op haar beurt projecten kan realiseren voor hulpbehoevenden. Volgens Kiwani Zeggen, voorzitter van Stichting SUEET, is het streven om dit jaar 1 miljoen Surinaamse dollar in te zamelen ter uitvoering van de projecten voor de bejaardentehuizen. Vanaf vandaag tot en met 23 december. We zijn al begonnen op 1 december met de sms-campagne. Als je Anu sms naar 1919, doneer je 1 SRD en 40 cent. En we hopen op 23 december het miljoen te hebben gehaald. Jullie hebben al enkele gesprekken gevoerd met verschillende tehuizen. Welke zijn die? Zo, ik ken die hele lijst niet uit het hoofd, maar bijvoorbeeld met Albertine, Mayella, het Blauwe Nest, er is een tehuis in Ikeri, Asiana, de Paraclub. Ik ken niet al die 15 namen, maar we hebben van het ministerie van Sociale Zaken een lijst opgevraagd van alle instellingen die bij hen bekend zijn. En met die lijst hebben we gewerkt. En hoeveel gaat dat? 15. Ja. Wat is organisatorisch anders in vergelijking met vorig jaar? Eén, dat bestuur is uitgebreid. We hebben de sms-campagne, die hadden we vorig jaar ook al. Maar we hebben het dit jaar professioneler aangepakt met een verkort nummer. En iedereen, ongeacht bij welke provider je zit, kan een sms sturen naar 1919. Giovanni Zeggen, voorzitter van Stichting SUEET. Sidney Groenberg, penningmeester van de stichting, zegt dat dit werk een extra tintje heeft, omdat jij je niet elke dag inzet voor het goede doel. We gaan knallen en dit gaan we doen op verschillende manieren, zegt Groenberg. Tussen 8 en 6 zijn we hier met de box, maar donderdag 15 december hebben we een SUEET Dreamavond met een geweldige prijs. We gaan dansen met Casimax in Dream en we gaan geld ophalen en we gaan veilen. We gaan een Barcelona shirt veilen. Niet zomaar een shirt gehaald uit de winkel, maar met originele handtekeningen van het hele team. Dus een Messi, een Neymar, een Suarez. Iedereen heeft daarop getekend. En ik zeg altijd tegen mensen, het is een mooie prijs. Het is een investering. Want stel je eens voor, hoeveel zal zo'n shirt waard zijn over 20 jaar? En het is een origineel shirt met originele handtekeningen. Je kan komen kijken. We hebben een goede vriend in Barcelona. SUEET heeft een goede vriend in Barcelona. En die heeft het dus voor ons geregeld. We hebben zaterdag een McDonald's Roboton. En dat wil zeggen dat McDonald's ervoor zorgt dat de 4 instructeurs die hun altijd ondersteunen. Tina Harjo, Juliette Zuiverloon, Ashish Doerjan van Go Chapeau en Bernadette met ons gaan komen zweten. We vragen een vrijwillige bijdrage om mee te doen. De box is hier, de DJ is er. Sidney Groenberg, penningmeester van de stichting SUEET. We spraken hem vanmorgen bij de start van het Jiwa Anu-campagne.